En om jongeren bewust te maken over hun rechten, voert het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ, in samenwerking met verschillende jongerenorganisaties een informatieproject uit. De officiële lancering van dit project was vanmorgen te Peperpot in het district Kommewijnen. AWJ-minister Steven McAndrew verduidelijkt waarom jongeren kennis moeten dragen over hun rechten. Het is heel belangrijk dat de kinderen weten welke rechten ze bezitten, zodat ze op basis daarvan kunnen handelen. Maar het is ook goed dat kinderen weten welke rechten ze bezitten, zodat ze ook hun ouders kunnen informeren over de rechten die ze hebben. Want soms weten ouders niet welke rechten kinderen bezitten. En ik denk dat het, deze mini-infobeurs toch wel een aanvang maakt, een start wordt gegeven om kinderen in Kommewijnen bewust te maken van hun rechten. Het blijft niet alleen bij een beurs. In principe heeft het ministerie een concept ontwikkeld, het concept van youth power. Youth power betekent dat kinderen, jongeren de kracht hebben om veranderingen te bewerkstelligen, individueel, maar ook collectief. Ze kunnen veranderingen bewerkstelligen in hun buurt, in hun district, noem maar op. Shani Ramjatantika, waarnemend hoofd van het dependant jeugdzaken Kommewijnen, stelt dat dit project een aanzet moet zijn om bij te dragen aan het oplossen van verschillende jongerenproblemen in Kommewijnen. De steun vanuit het ministerie om dit voor elkaar te krijgen is dan ook onmisbaar. Verder wil ik ook aangeven dat wij in het district te veel te maken hebben met jongeren die zich dus niet houden aan de regels, de rechten van het kind, weglopen, vooral weglopen, het pesten gedoe. En dat wij ze dan bewust willen worden door middel van de infobeurs en de diverse actoren die hier participeren, waarbij zij dan ook een samenhang hebben met het ministerie, afdeling jeugdzaken. Dus als het ware is het gewoon de poten die we hier allemaal hebben Het ligt in de bedoeling dit project ook in andere districten uit te voeren.